Welkom op pilotproject Duinwijk op Vlieland. Het is een klein wijkje van 38 woningen. Hier lag al een warmtenet. Het warmtenet zou worden afgesloten. En een aantal bewoners hebben gezegd van waarom gaan we niet gelijk aan de slag met een duurzame oplossing. Het systeem bestaat uit opwek door zonnecollectoren. Die zonnecollectoren verwarmen een buffer, een ondergrondse buffer. En vanuit dat ondergrondse buffer in de winter worden de woningen verwarmd. En het hele jaar door ook het warm water voor afwas, douchen, dat soort zaken. De uitvoering van het project is volledig gedaan door het bewonerscomité. Ze hebben zelf een warmtebedrijf opgericht. Het eigendom van het warmtebedrijf is de coöperatie. In die coöperatie, daar zijn de bewoners zelf lid van. De gemeente was meer ondersteuner, bemiddelaar, niet uitvoerend. Ja, de belangrijkste les is dat je gewoon van tevoren goed moet beseffen als gemeente van wat jouw rol is en welke positie jij wil innemen. Nou, je hebt natuurlijk meerdere afwegingen. Dat gaat niet alleen om die warmtetransitie, maar ook over natuur. Het is goed gekomen met veel gedoe en we hebben heel veel geleerd. En chapeau, echt een petje af voor de bewoners die dit hebben voor elkaar hebben gekregen. Zorg dat je in je projectenorganisatie voldoende breed georiënteerd bent. Denk aan communicatie, denk aan omgevingsmanagement. Nou, technische kennis komt meestal wel goed. We hebben hier allemaal zand. Zand werkt natuurlijk heel anders dan werken in de klei. Dat betekent ook dat je echt die omgevingskennis moet hebben. Dit jaar wordt, hoop ik, het eerste jaar dat het volledig gedraaid kan worden. En dan zullen we zien of het volledig werkt. Volledig aardgasvrij.